Een hele goede morgen en welkom bij Koerskijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatief aard en geen financieel advies. Valt het je al op hoe ik dit steeds sneller en vloeiender ga zeggen? Leuk om dit elke dag te zeggen. Het is vandaag donderdag 6 februari en we gaan meteen door naar de grafieken. Want gisteren is de Bitcoin koers weer uitgebroken. En als we naar de futures chart kijken, dan zien we dat de futures chart, dat de prijs hoger is gekomen dan op de Bitstamp grafieken bijvoorbeeld. Betekent dit dat we meer upside, meer koersstijging kunnen verwachten? We gaan het meemaken en kijken ook hoe mooi die 12 EMA, deze blauwe lijn, de 12 EMA, als support wordt gehouden in een trappetje omhoog. Het is duidelijk dat we in een uptrend zitten, maar op de wekelijkse grafiek moeten we nog een high low gaan vormen. Dus op een gegeven moment zullen we wel weer een downtrend moeten gaan vormen op de dagelijkse grafiek, waarbij de koers iets zal gaan dalen. En nou, dat zit er gewoon nog aan te komen. En op de futures kaart zien we dus nog drie gaps die open zijn. En dan gaan we door naar de wekelijkse grafiek, hè, want we zijn eigenlijk al sinds het begin van het jaar, of eigenlijk vanaf halverwege, ja, nee, begin van het jaar, 30 december, 31, de week van 30 december in ieder geval, zijn we aan het stijgen zonder dat we echt een ja, significante correctie hebben gehad. Dus de grootste kans is dat die er gewoon nog aan zit te komen. En daarbij kijk ik nog steeds naar het 0,382 Fibonacci niveau tot de 0,618 Fibonacci niveau. Maar waarschijnlijk houden we stand hier rond de 8500 waar en een futures gap zit. En waar ook de 21 EMA loopt, deze oranje lijn die support is geworden hier. En ook hier waarschijnlijk support zal blijven. Dat in ieder geval hè, voor de wekelijkse grafiek. Dus hou je FOMO gevoelens onder controle. We zijn heel mooi aan het stijgen, maar we kunnen niet blijven stijgen natuurlijk. En we zien dat de eerstvolgende resistance op de wekelijks grafiek, hè, die zit rond de $10.000, 9.965 en dan richting de 10.300. Wat ook een target is van een eerdere bull flag. En als we inzoomen op de dagelijks grafiek, dan zien we het volgende. Hè, we zien dat de bull flag die ik had getekend hier is uitgebroken. En ik zei eigenlijk al een paar dagen dat we hier stand hielden boven de 0,38. 2 Fibonacci niveau en dat dat eigenlijk best een heel bullish teken is, want dat betekent dat de bulls niet veel teruggeven van de Bitcoin koers, hier aan het verdedigen zijn en we kregen dus na een tweede test van die 0,382 Fibonacci niveau, kregen we een bullish reactie. Dus dat is mooi om te zien. Ik zal zo direct nog op de kleinere timeframes laten zien hoe ik daarmee ben omgegaan. Wat we ook zien is de stippellijn hier, wat de middellijn is van dit kanaal. En we lijken daar te gaan uittoppen. Gaan we dus verder door naar boven toe. We zagen dat we op de future chart richting die 9900 gingen, net daarboven. Gaat dat nog wel lukken, ja of nee? We gaan het even in de gaten houden. Op de kleinere timeframes is er in ieder geval nog geen indicatie dat we verder moeten gaan zakken. En we zien eigenlijk zelfs dat die $9600 grens hier nu verdedigd wordt. We zijn boven die $9600 grens gesloten. Kijken, dat is hier. Ja, we zijn er net boven gesloten. En dat wordt nu ook verdedigd door de bulls. En daar gaan we zo recht even op inzoomen. Maar mijn target is nog steeds rond de 10.348, laat zeggen 10.350, wat ook samenvalt met een eerdere resistance. En ook hier vind je resistance. Dus dat is nog steeds mijn doel. Ik zeg niet dat we daar nu in één keer door naartoe gaan schieten. We kunnen daar prima in een trappetje hè, support vinden hier en dan weer omhoog. Support vinden omhoog. Dat in ieder geval op de korte termijn. Waar we ook op moeten letten is wel dat er onderhand ook bearish divergence aan het ontstaan is op de dagelijkse grafiek. Wat natuurlijk een bearish teken is. We zien hier dat de koers aan het stijgen is. Hè. Ik ga dit even weghalen om het wat duidelijker te maken. Kijken. Deze ook even weg. Ja, we zien dat de koers wel aan het stijgen is. We maken high highs. Maar als we inzoomen op de RSI, dan zien we dat er eigenlijk low highs worden gemaakt. Ja, dus dat is zo. Alleen op dit moment moeten we eigenlijk nog wachten op confirmation. We moeten even kijken wat de dagelijkse grafiek vandaag gaat doen. Want als we verder gaan stijgen, is de kans groot dat we weer verder gaan stijgen. En dat dit geen bearish divergence gaat worden. Dus dat voor de dagelijkse grafiek een klein puntje waar we op moeten letten. Maar verder zien we eigenlijk ook op de dagelijkse grafiek hoe die 12 EMA, met uitzondering van hier, support wordt gehouden. Dus zolang we dat niet verliezen, verwacht ik dat we verder door zullen gaan stijgen.
En als we inzoomen op de vier grafiek, hier hebben we dus die bull flag. Nou, dat zie je eigenlijk, hè, het is hier uitgebroken. Dus je had hier kunnen instappen na een retest. Maar dit is een interessante bull flag, vind ik altijd, omdat het niet. Ja, het is een textbook bull flag. En als we inzoomen op de 1 uur grafiek, dan zie je dus, hè, dit is de bull flag die meegenomen is van de 4 grafiek. Dus dat wijkt net iets af. Maar je ziet wel dat het hier gebroken wordt. Dan worden we afgewezen op de $9400. Vervolgens krijgen we die retest van die bull flag. En gaan we verder omhoog. Maar je kunt ook zeggen, nou ja, dit is niet per se de retest, want we gaan eigenlijk alleen maar omhoog en hebben niet echt die retest hier gehad. En dat is ook omdat die $9400 hier gewoon ook weer een psychologische grens is, waar we wel een paar keer vanaf bouncen hier zo. Hier wel een paar keer vanaf bouncen. Dus wat ik zelf al zag is dat, hè, ik wilde instappen op die bull flag, maar je wacht eigenlijk altijd op bevestiging, want anders krijg je dit soort fake-outs waarbij je er doorheen schiet, maar vervolgens toch weer uitgestopt wordt. En je wacht dus op bevestiging, dus eigenlijk ziet dat er zo uit, hè, de bull flag die breekt uit, vervolgens retest hij het en dan gaat hij omhoog. Maar omdat we hier dus met die $9400 resistance zaten, dacht ik, ja, de kans dat hij de onderkant of de bovenkant van deze bull flag weer gaat aanraken is niet zo groot. Dus ik heb hier eigenlijk in een ladder naar beneden heb ik mijn orders geplaatst en gehoopt dat die zouden vullen. Ze zijn niet allemaal gevuld, maar ik zat wel in de positie voor een deel van de trade hier naar boven toe. Dus dat is mooi. Wil je nou ook leren hoe je zo'n bull flag kunt gebruiken? Dan moet je zeker kijken naar mijn cursus over technische analyse. De link vind je onder in de video en daarmee leer je ook hoe je zo'n bull flag kunt traden. En als we nog even kijken naar de Bitcoin-dominantie, die blijft zakken. Wat goed nieuws is voor de altcoins, die blijven stijgen. Alleen zie ik ook op een aantal altcoins, er waren een aantal verzoeken om twee coins te bekijken, ADA en Nano. Vanwege de tijd kan ik ze even niet in deze video stoppen, maar ik ga zo direct de video maken en die zal ik dan op mijn eigen kanaal zetten. Dus als je een aantal altcoins wil zien, dan kun je op mijn kanaal verder kijken. En nou ja, dus de Bitcoin-dominantie afneemt, is natuurlijk goed nieuws voor de altcoins. Maar zoals ik net zei, de altcoins, als je naar de verschillende altcoins kijkt, zijn ze ook ja, op de RSI in ieder geval overboord. En is de kans groot dat we ook daar eens moeten gaan dalen. Dat was het voor deze video in ieder geval. Like de video als je hem tof vindt. Abonneer je op het kanaal. En ik zou zeggen, happy trading en tot morgen. Thank you.